Ik denk dat het een ode is aan de liefde en dat ik denk dat het altijd mooi is. Het is origineel. Enorme intimiteit tussen de vader en de zoon. Klein, lekker menselijk, onlogisch verhaal. Je merkt gewoon dat ze gewoon heel veel plezier hebben gehad in het maken. Ik speel samen met Tim Linde de hoofdrol. Het is echt een vader- en zoonrelatie. Wij reizen door Schotland. En tijdens die reis leren die vader en die zoon elkaar steeds beter kennen. Ik hoop voor vaders en zonen dat ze leren dat ze elkaar niet goed begrijpen, maar dat oké okay is. De muziek, dat is eigenlijk wel een stuwende factor door de film heen. The Waterboys is een band die, toen ik 22 was, hadden ze echt wat ik toen een meesterwerk vond. Maar daar doe ik ze enorm mee tekort, want alles wat hij daarna is blijven maken, dat is ontzettend interessant. The characters in the film, the main character, he loves the Waterboys so much. And I came here with my son tonight, so I kind of feel like the guy actually. I think any Waterboys fans would really dig it. Ik vind het echt een film voor jong en oud. Ja, iedereen die van een beetje goede Nederlandse film houdt. Vaders en zonen, maar ook vrouwen, om iets over mannen te weten te komen. Het is gewoon een mooie, leuke en best wel feel-good film.